verkiezingen en waar gaat het nou precies om. Het is veel stroperiger natuurlijk ook dan gewoon wat je daar ziet. Het is een heel ingewikkelde verkiezing, terwijl twee mensen tegenover elkaar, ja, dat snapt iedereen. En jullie spelen daar wel een belangrijke rol in, ook, om dat makkelijker te maken. Zeker, nou ja, en dat doen we ook zeker. We hebben ook veel aandacht gehad voor de Europese verkiezingen en een hele kieswijze gemaakt, zodat ook mensen wel geïnformeerd zeg maar, hun keuze konden bepalen. Maar de aantrekkelijkheid zit toch in die tweestrijd. Politiek praten we graag over. Het weer praten we ook graag over. In Amerika maken ze zich op voor Storm Florida. Zag u ook bij de collega's van de NOS. Haalde jij net ook al even aan, Lindsay. De mogelijk zwaarste in de afgelopen 100 jaar. 6 miljoen mensen die zich moeten evacueren. Jij had het net over nepnieuws bij dit soort orkanen, Lindsay. Je kreeg niet meer echt de tijd om dat toe te lichten. Nou, kijk, we hadden het natuurlijk over AI-beelden en dat je beelden kunt manipuleren. Juist bij dit soort stormen, en dat zei Rennie net ook al. Als je dit soort stormen ziet, of die komen eraan, dan is even de vraag, deze beelden die ik nu tot mij krijg binnen de redactie, is dat deze storm? Of is dat iets anders? Dat moet je wel goed afvragen. Ja. En lukt dat altijd? Als je teruggaat naar de bron, lukt dat, ja. En daar rustig naar kijkt en niet heel snel wil zijn met deze beelden online gooien. Het gaat bij jullie ook wel eens mis, toch? Neem ik aan. Tuurlijk gaat het mis, ja. Kijk, we zijn allemaal mensen, hè. We hebben het over nu.nl bestaat 25 jaar. En in die 25 jaar hebben wij natuurlijk ook best veel fouten gemaakt. Waar komt dat nou vaak door? In ons DNA zit een beetje, we willen heel snel zijn. Dus wij willen groot nieuws graag snel brengen. Ja, en als je snel wilt zijn, dan ga je soms voorbij aan. Ja, ik herinner me volgens mij nog het ziekenhuis destijds in het Israël-Gaza-conflict. Ja. Kijk, als je daar nu over terugdenkt, denk je, daar waren we te snel, neem ik aan. Maar hoe groot is de fout? Hoe loop jij het schreeuwend door de gang, is eigenlijk mijn vraag. Nou, nee, want ik wil niet een redactie die geen fout meer durft te begaan. Dus ik denk dat je op de redactie best geruststellende woorden moet spreken. En daar hier leren we van. Maar naar buiten toe hebben we wel echt ruim baan gemaakt voor rectificatie hier. Ja, want even voor de duidelijkheid voor mensen die het gemist hebben. Jullie brachten direct dat het een Israëlische aanval op het ziekenhuis was met honderden doden. En dat bleek iets anders te zitten. Ja. Hoe betrouwbaar is nu.nl dan nog? Nog wel betrouwbaar genoeg? Nou, vind ik wel. Mits je dus ruim baan